Je doet er regelmatig, heb je een eigen stijl beginnen kweken zelf in de jazz. Je doet bepaalde experimenten een beetje in de jazz, die je daarin gebruikt in jouw experimenten. Ja, ik denk dat ik vooral een stem heb die ook heel erg beïnvloed is geweest door de klassieke muziek. Ik luister nog heel veel naar klassieke muziek en ik speel best ook nog wel bij mij thuis veel klassieke muziek aan de piano. En dat komt er toch op een of andere manier ook telkens een beetje ingeslopen. Zo. Ik hou ervan om al die verschillende stijlen met elkaar te vermengen. Het is een beetje de corona die we hebben, de tijden, moeilijke tijden. Normaal gezien was ze hier in de Charlatan in Gent en ook op Suikerrock, maar het valt eigenlijk een beetje tegen. Wel, het is te zeggen, ja, we zijn natuurlijk allemaal geconfronteerd met iets wat niemand had zien aankomen. En we zitten een beetje allemaal in dezelfde boot. Dus natuurlijk, ja, mijn concerten zijn voorlopig allemaal afgelast tot en met eind augustus. Dat is natuurlijk een hele uitdaging, hè. Als muzikant leven wij voornamelijk toch van die concerten, hè. Er zijn nog wel andere inkomsten, maar die zijn toch een pak minder in verhouding dan hetgeen wat wij verdienen met het live gegeven. Maar we zijn eigenlijk beginnen zoeken naar oplossingen zo. Mijn man en ik zijn in het begin van die lockdown beginnen concertjes spelen op Facebook Live. Elke avond hebben we dat gedaan. En nu zijn we overgeschakeld eigenlijk naar een nieuw forum, een nieuw platform. Een website waar we echt ook live concerten spelen. Elke maandag en elke woensdag. Van de magtuur, chefneef-live.com, daar kan je het zien. En daar vragen we een eenmalige kleine financiële bijdrage aan onze luisteraars en onze kijkers, om op die manier mensen te ondersteunen, collega's te ondersteunen die het op dit moment een beetje moeilijk hebben met het wegvallen van al die concerten. En die kunnen we dan op die manier uitnodigen om mee te komen spelen. We kunnen bijvoorbeeld van dat geld ook cameramensen, mensen van lichttechniekers, alles wat van mensen kunnen we daarmee engageren, dus zodat er toch weer een klein beetje werk wordt gecreëerd, zeg maar. En we ondersteunen daar ook een muziekpedagogisch project mee in Kenia. En dat heet Ghetto Classics. En dat is eigenlijk een grote muziekschool, moet je maar zeggen, die in de sloppenwijken van Nairobi de kinderen daar, die heel kwetsbaar zijn in de sloppenwijken, ondersteunt en eigenlijk onderwijs aanbiedt, muziekonderwijs aanbiedt, maar naast muziekonderwijs ook warme maaltijden aanbiedt, zodat die jongens en meisjes gezond eten hebben. En vooral belangrijker nog, dat ze eigenlijk vanuit de miserie wegblijven van straat. Hè. Dat die in een soort van veilige omgeving kunnen opgroeien en een omgeving waar ze ook een toekomstperspectief zien voor zichzelf. Waar ze terug in zichzelf geloven en waar ze eigenlijk hun eigen talenten kunnen ontwikkelen is voor de deel belangrijk is.